Hoe begin je met Shopify dropshipping in 2024? Het is natuurlijk een businessmodel waar je mij vaak over hoort praten, maar ook anderen constant over hoort praten. Waarom is het nou zo'n goed businessmodel? Wat is het nou eigenlijk en hoe kan jij het voor jezelf gaan toepassen? Ja, het zweeft natuurlijk al jarenlang rond en als je niet precies weet wat het is, heb je echt onder een steen geleefd. Dropshipping is gewoon het simpele principe van rechtstreeks vanuit de leverancier naar de klant. En hoe kan jij hiermee nou in 2024 gaan beginnen, is precies wat ik je vandaag ga uitleggen in deze video. Allereerst, wat je nodig hebt, is natuurlijk een KVK. Je hebt natuurlijk een bedrijf nodig en je gaat je eigen bedrijf starten. En ik ga je precies uitleggen hoe je in 30 dagen je eerste sales kan gaan maken met je Shopify dropshipping business. Of welke host je dan ook gebruikt. Dus zodra je een KVK-nummer hebt en een BTW-nummer, open je je Shopify Store. Voor 1 euro per maand kan je je Shopify Store openen voor de eerste 3 maanden. Daarna is het volgens mij 29 euro per maand voor het goedkoopste abonnement. Nou, wat kan je daar nou mee? Dan kan je volledig jouw hele website op gaan bouwen. Het heeft hele makkelijke templates en ik raad bijvoorbeeld het thema Debutify aan voor jou om te gaan gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen is de tekst en de kleuren aan te passen en een nette website te gaan maken. Dat is het allerbelangrijkste. Zodra je die website hebt, moet je natuurlijk weten wat je moet gaan verkopen. Nou, op mijn kanaal heb ik meerdere product research video's gemaakt over hoe ik productonderzoek doe. Dus daar ga ik je vandaag niet mee lastigvallen. Maar check deze zeker na deze video. Want dan weet je precies hoe je winstgevende producten kan vinden voor jouw Shopify dropshipping business. Oké? Nou, daarin kan je dus producten gaan vinden. Die kan je dus op meerdere plekken gaan vinden. En zodra je een product hebt, zet je het product op de website. Maak je een aantrekkelijke titel, aantrekkelijke omschrijving, aantrekkelijke foto's en een goede prijs, een goed offer. Het maken van een goed offer is extreem belangrijk voor jouw business. Zodra je dit klaar hebt staan en je hele website is aan, dan ga je naar het volgende. Ga je kijken hoe je bezoekers kan krijgen naar deze website. Nou, er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden om bezoekers te krijgen: Facebook ads, TikTok ads, Pinterest ads, Snapchat ads. Welke moet je nou kiezen of zelfs TikTok herken ik? Nou, ik kan je alleen zeggen wat ik heb gedaan de afgelopen jaren en wat het beste voor mij heeft gewerkt. En dat is altijd Facebook ads. Facebook ads is echt de steunpilaar in mijn hele bedrijf geweest. En dit onder de knie krijgen is een van de belangrijkste dingen die je als ondernemer kan gaan doen. Want als je weet hoe dit goed werkt, kan het echt een lifehack zijn voor iedere business die je runt. Oké? Nou, hierop heb ik ook weer superveel Facebook Ads video's, Facebook Ads guides, Facebook Ads schalen, video's op mijn YouTube kanaal staan. Ik raad je aan deze ook zeker te bekijken na deze call en dan weet je precies hoe jij dus Facebook Ads kan gaan schalen. Dus het is super belangrijk om aan 3 dingen te gaan werken in jouw business, in iedere business. En dat stukje marketing, stukje sales en een stukje delivery. Nou, hoe ga je die marketing nou doen? Dat is door middel van bijvoorbeeld Facebook ads of TikTok ads. En creatives kan je zelf gaan maken via CapCut of je kan bestaande al vinden. En het is key om die producten te gaan testen. Want dropshipping is niets anders dan het testen van producten. Hoe meer producten je test, hoe groter de kans dat je producten gaan slagen. Dat is het hele principe. Alleen als je niet de juiste producten test, ben je gewoon geld aan het weggooien. Dus daarom is het zo extreem belangrijk dat jij de juiste producten gaat verkopen. De komende week ga ik ook wat challenges doen om mijn eigen Shopify dropshipping business weer vanaf nul te gaan lanceren. En dan ga ik je helemaal meenemen in dit proces, hoe ik dit heb gedaan, wat voor resultaten ik ermee behaal en hoe jij hetzelfde kan gaan doen. Want heel veel mensen, als je deze video nu kijkt, is het waarschijnlijk zomer, zijn mensen aan het feesten, zijn mensen op vakantie, zijn mensen aan het slacken. Terwijl er een super grote kans is in e-commerce, in crypto dit jaar en jij zit weer te slapen. Dus waar wacht je eigenlijk op? Nou, voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Paul van Sprindel, ik ben momenteel 23 jaar oud tijdens het opnemen van deze video. En ik help Shopify dropshippers en Bol verkopers. Dat is eigenlijk wat ik al jarenlang doe, wat ik jarenlang voor mezelf doe en wat ik ook jarenlang voor anderen doe. Nou, momenteel heb ik meer dan 175 plus mensen geholpen naar 5 of 6 figures per maand. En wat betekent dat nou? Dat betekent gewoon naar 10.000 of naar 100.000 euro per maand. Ik ben op een missie om dit naar 1.000 mensen
te laten pushen. En eerlijk gezegd, zodra ik die 1000 mensen ook hit, verdwijn ik. Ja, dat is misschien een beetje overdreven, maar ik heb in ieder geval een doel voor mijzelf gesteld om dus 1000 mensen te gaan helpen. En ik zit momenteel op, ja, 17,5%. En ik weet niet hoe lang het mij gaat duren om richting die 100% te komen. Maar ik weet dat ik er ga komen als ik maar lang genoeg in deze game blijf. Dus ik zal alles aan doen om jou de best mogelijke content te geven. Best mogelijke gratis content die beter is dan videocursus content van andere goeroes. Want dat is het hele ding. Ik heb in mijn hele carrière als coach, goeroe of hoe je het ook wil noemen, nog nooit een videocursus verkocht. Alles wat ik doe is één op één, omdat je daar het meeste waarde uit haalt. Tuurlijk heb ik ook een videocursus, maar heel veel goeroes zien niet de waarde in van die één op één coaching. En pushen alleen maar groepscoaching om massaal te kunnen schalen met hun business. En zoveel mogelijk mensen te helpen en zoveel mogelijk cash te genereren. Dat is niet hoe ik het wil doen. Ik wil jou echt op de best mogelijke manier helpen. En daarom neem ik elke dag, ja, dit soort bijna 10 minuten video's voor je op. Om gewoon, ja, mijn eerdere zelf, toen ik begonnen was met Shopify dropshipping, verder te helpen. Want ik had gehoopt dat er dit soort video's waren toen ik begon. Maar toen ik begon, waren er heel weinig van dit soort video's. En waren er alleen maar sales pusherige-achtige video's. Video's die jou alleen maar een traject wilden verkopen. Een videocursus, een coachingstraject. En dat is precies de reden waarom ik dit YouTube-kanaal heb gemaakt. Ik heb geen idee hoeveel views dit zal opleveren. Ik heb bijna weer 200 video's aangetikt op YouTube. En ja, waarom blijf ik doorgaan uiteindelijk? Ik heb gewoon ook die 1000 mindset weer voor me. Nu heb ik 200 video's gemaakt. Laat ik eerst maar eens 1000 maken en kijken hoe ver ik kom, wat voor kwaliteit en wat voor respons ik krijg vanuit jullie. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken. Like en abonneer op dit YouTube-kanaal. Het zou mij enorm helpen. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Ciao, ciao.